was ook loodzwaar. Dus blij dat we de rollator van het museum mochten. Ja, nou, ja. Veel succes hiermee. Heb jij je bedovergrootmoeder meegenomen? Ja, dat zou maar eens kunnen, ja. Nee, ik ken de persoon op de schilderij ken ik niet. Ik heb het een jaar of twee geleden gekocht. Van een man die ook eigenlijk niet wist wie het was. Ja, een dame die in de rouw is. Saar Echthout is misschien overleden. Wat we meteen zien aan het schilderij, de kleding, het kapsel en ook het halssieraad. Dit schilderij is rond 1830 gemaakt. Mm-hmm. En als ik dan bedenk wie de bekende portretschilders zijn in die tijd, hè, de eerste helft van de 19e eeuw, rond de 1830, dan zijn dat Jan-Baptist van der Hulst, die een stuk preciezer schilderde, en Nicolaas Spieneman, die een stuk losser schilderde. Nou is het vrij los geschilderd, maar de kwaliteit in de details is niet die van Spieneman. De vraag blijft wie het dan wel is, en daar komen we dan helemaal niet uit. Het spijt me. Nee. De waarde van dit soort anonieme portretten is niet heel hoog, gek genoeg, want ik vind het heel mooi. Het is een aantrekkelijk schilderij, ja. Het is ook licht, maar de waarde is niet heel hoog. Omdat mensen zeggen, ja, ik weet helemaal niet wie dat is, nee. Ik weet ook niet wie de schilder is. Nou, dan houdt het wel een beetje op. Dus ik denk dat u moet denken aan een waarde van 800 euro. Oh, nou, toch nog. Ik heb hem op de kringloop gekocht en ik vond het eigenlijk wel heel mooi vanwege de kleuren zo. Ja. Op de kringloop gekocht? Ja. En mag ik vragen hoeveel u ervoor betaald hebt? Voor 300. En 25 voor het thuisbrengen, maar die past niet in mijn auto. Tjonge, jonge, jonge. Nou ja, dat is toch fantastisch. Een bloemstuk. Het lijkt heel erg 17e eeuws. Het is eigenlijk iets te kleurrijk voor de 17e eeuw. Je zou kunnen zeggen nog mooier dan de 17e eeuw. En we weten ook wie dit gemaakt heeft. Meneer Nasens. Of mevrouw Nasens, want niemand kan iets vinden over deze J. Nasens. Dus u hebt een volstrekt uniek werk, niet 17e eeuw. Ik denk recent gemaakt, net voor de oorlog, schat ik. Heel goed gedaan. Prachtige uitstraling, een enorme decoratiewaarde. Het is, je hoeft er niks aan te doen, het is goed gerestaureerd. Ja, als ik u was, zou ik het nooit wegdoen onder de 1000 euro. Ja. Dan blijf je mooi verhangen, dankjewel. Goed zo. Ja, leuk. Kijk, dit is nou een schilderij wat je uit de veelheid van wat je op een dag tegenkomt ineens zegt, hé, wat een leuk schilderij, wat goed. Het is Lucie van Dam van Isselt. Ja. Een prachtig schilderij met een prachtig tonalistisch palet, noemen we dat. Dus een palet met vergrijzingen. Dus met bloemen zou je zeggen, ik zoek een wild boeket met heel veel kleuren. Nee, zij niet. Zij zocht het in zachte tonen, wit en grijs. En dan alleen dat bijna monochrome blauw erin. Dat maakt het tot een in ieder geval artistiek bijzonder schilderij. We krijgen heel veel schilderijen te zien met heel veel kleurige bloemen. En dit is dan juist tonalistisch gehouden. Ik vind dat heel mooi. Okay. Ja. Geschilderd olieverf op een paneel. En heeft toch een waarde die niet indrukwekkend is. Maar ik schat het toch altijd op een 4000 euro. Okay. Ja. Ja. Bedankt. Ik zag u vanochtend binnenkomen lopen. U tilde hem gewoon. Ja, hij was heel zwaar. Hij had geen karretje meegenomen. Nee. Het is wel een imposant beeld. Ja, ik heb hem eigenlijk nooit zo gezien. Maar nu die zo staat, heb ik er ook een andere indruk van. Wat voor indruk had u dan altijd? Ik ken hem al heel lang. Ik kwam vanaf mijn 16e bij mijn schoonouders over de vloer. En daar stond hij in de huiskamer. Mm-hmm. Hij werd intensief gebruikt door de kleinkinderen als speel. Ik kan me voorstellen. Op de rug van de leeuw zitten. Op de rug van de leeuw. En, ja. Hop, leeuwtje, hop. Ja, hop, leeuwtje, hop. En inmiddels staat hij bij u thuis, of niet? Ja, mijn schoonmoeder is in 2014 overleden. En toen kwam mijn man ermee thuis. Ja, en wat zei u toen? Ik was niet heel blij. Nee. Ik vind hem eigenlijk niet heel erg mooi. Nee. Maar nu speelt onze kleinzoon ermee. Nu is hij dan weer leuk. Ja. Maar hij heeft geen prominente plek in de huiskamer gekregen. Nee. Remco, want het is ik vind het nogal een imposant ding. Ik zag mevrouw er vanochtend mee aankomen lopen. Ik denk, nou, die wil ik aan tafel hebben. Ja, dat is wat ik ook zag. En hij viel natuurlijk meteen op vanwege zijn grootsheid, zeg maar. En het bijzondere zit in het feit dat het in ieder geval Nederlands is. Waar zie ik dat dan aan? In de neus van de leeuw? Of? Ja, nou ja, de noordelijke Nederlanden hebben veel geenhout gebruikt. Geenhout voor... En dit is geenhout? Dit is geenhout. Mm-hmm. En dit is echt zo'n object wat je onder volkskunst, veredelde volkskunst, schaart. Welke periode hebben we het over?
We zitten hier circa 1660, 1680 aan het einde van de 17e eeuw. Ja. Nou, die staat er al een tijdje. Ja, ja, de leeuw is, heeft een beetje een menselijke uitdrukking. Maar het is een bewaker van iets. Het beeld heeft waarschijnlijk een wapen vastgehouden. Of als onderdeel van een wapen. Mm-hmm. Als voet van een wapen in een stadhuis. Als drager van een schouw. Dit is altijd aan de onderkant, denk je? Omdat het zo massief is. Ja, echt een dragers van iets groots wat daar opgestaan heeft. Ja. En er zitten natuurlijk hier bovenin wat gaten. Hier zit een rond gat, hier zit een vierkant gat. Hier zitten nog twee inkepingen. Dus waarschijnlijk hebben hier verbindingstukken gezeten voor iets wat hier opgestaan heeft. Maar je kan voorstellen als het er twee geweest zijn, mm-hmm. dat het, en er zit een ovaal of een ronding, dat die twee leeuwen de drager zijn geweest van bijvoorbeeld een schild. En je gaat ervan uit dat er twee zijn geweest omdat die zo dus opzij kijkt? Ja, echt links en rechts. Je hebt natuurlijk die beroemde roerklikken op een boot. Dat is een leeuw die recht vooruit kijkt. Mm-hmm. Maar deze leeuw draait zich naar voren toe. Dus de ene draait zich zo en de andere draait zich zo. Dus het is echt een linkse en een rechtse geweest. Ja. En wat ook nog leuk is om te stellen, hij zit helemaal in zijn originele verf. Dus zo'n beeld werd voorzien van een paadlaag, een krijtlaag als ondergrond. Een paadlaag? Een paad, ja, paad, krijt, gips. Een gipslaag was om oneffenheden te verdoezelen. Mm-hmm. En die groene, bronzige kleur die erop zit, dat is wel de originele kleur. Dus hij is nooit overschilderd geweest of zo. Volkskund, vind jij hem mooi? Nou ja, ik heet van leeuwen. Je zou hem wel willen hebben. Dus ik heb wel iets met leeuwen, moet ik zeggen. Ja, ik vind hem mooi. Het heeft een soort karakter, een spontaniteit. De verhoudingen kloppen niet helemaal, maar dat is ook weer net de gein die eraan zit. En dat spreekt mij aan. Ja. Ja. Zou je hem moeten laten repareren? Is dat verstandig? Of? Nee, ik zou er niets aan doen. Nee, je moet het zo laten zoals het is. Dat hier vijf generaties kinderen op spelen, vind ik een beetje overdreven. Ja, ik wou net vragen, mogen de kleinkinderen er nog mee blijven spelen? Of, voorzichtig. Nee, vind ik wel een beetje zonde, moet ik zeggen. Ja. Als ik het zou hebben, zou ik hem voor bij de deur neerzetten met een spotje erop. Want ik vind hem mooi genoeg. Ja, nou, wie weet, inspireren we u tot, om er iets mee te doen. Wat zou er dan op die sokkel staan als ik ook zo'n leeuw zou willen kopen? Of ik hem meenemen? Ik zit te denken aan een bedrag van 6.000 euro. Je wordt er stil van. Ja, nou, ja, we hebben eigenlijk nooit zo over de waarde nagedacht. Nee. Of, het verhaal is heel erg leuk. Ja. Ja. Dat ziet er goed uit. Leuk, hè? Ja. Toch? Ja, onze auto. Mooi. Dat is een hele kunstauto. Echte kunstauto, ja. Die is geschilderd door Stan Spouwen uit IJsden. En ja, dat is mijn kunstauto. Die heb ik al 20 jaar. Succes, hè? Veel plezier vandaag. Je bent aangekomen in een kunstauto.